Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar Fortnite Hashtag 82 en Challenges voltooien Hashtag 5. Vandaag kan het niet in Team Rumble. Nou, mijn meeste 14k Challengers kunnen wel in Team Rumble, maar ze kunnen lang niet allemaal in Team Rumble. Want Outlast, Opponents, Solo Duo of Squads. Zegt al, moet het Solo Duo of Squads, moet je ze gewoon voorbij lopen. Fucking easy. Maar ik denk dat we eerst... we gaan het dus ook gewoon allemaal solo potjes doen. Ik denk dat ik eerst naar Speedy Chance wil ik zeggen. Maar ik denk dat ik eerst naar Misty Meadows ga voor de Catch the Fish, Use the Zipline, Ammo Boxes. En Outlast Opponents. SMG Damage kunnen we wel in Team Rumble doen, maar ja, ik weet niet of we dat in Team Rumble gaan doen. Je kan ook gewoon alleen een SMG pakken in squads of duos of in dit geval een solo match. En daar de damage mee doen. Ik denk dat wij dat gewoon gaan doen en dat dat gewoon moet lukken. Maar ja, we gaan gewoon lekker landen bij mijn Misty Meadows. Ja, dat is. En dan zien wij vanzelf wel of het leuk is. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Ondertussen zit ik nog in mijn loonscreen, wou ik zeggen, maar nog niet meer. Wat wel kut is, hij gaat echt. Recht over Misty Meadows heen. Maar ze gaat recht over Misty Meadows heen en mijn draadje zit kut. Van mijn controle. Wat wij gaan doen. Je moet Catch the Fish. En de Catch the Fish kun je over de hele map doen. We gaan naar Speedy Sands. Dan heb je een zipline en mijn boxes die je kan vertooien. En Outlast Opponents. En Catch the Fish kan daar ook makkelijk. Ik moet even mijn draadje in mijn controle doen. Even kijken hoe laat het is. Het is momenteel 16 over 7 op 28 juni. We gaan eruit, we gaan naar Misty Meadows. Misty Meadows naar Speedy Sands. Maar neem maar niet uit, jullie wisten wat ik bedoelde. Doe Star Strider. Ik heb inderdaad een Star Strider als glider. Vind ik best een lijp ding. Oh, Miss Lijper. Oh, Miss Vetter. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dit ook een lijp ding. Kijk, pakken we deze. Hebben we een L en SMG. Dat is goed, hè? Pakken we deze. En we een challenge voltooid. 14k erbij. Goeie. Dan gaan wij door voor de ammo boxes in deze huis. Ik heb in ieder geval een wapen waarmee ik de damage mee moet doen. Shot kan eigenlijk ook gewoon liggen. Ik ga only SMG spelen deze game. SMG only. Kijk, ammo box. Nummer 2. Ammo boxes zijn belangrijker momenteel dan chest. Gaan we hierheen. Gaan we onszelf omhoog. Chest is al kapot. Even kijken, is hier nog een ammo box ergens? Ammo box. Geen ammo box, dan gaan we omhoog. Gaan we nog verder omhoog, want we hebben nog 3 ammo boxes nodig. Ik hak hierin weg, dat is wel een beetje kut. Dan gaan we hier omhoog. Ik haak volgens mij weer een ammo box weg, hè? Ja.
Kutzooi. Ja, ga ik nog verder omhoog. Catch fish. Damage maakt niet zoveel uit die je hier pakt. Jezus, kutkat, springen. Ik heb ammo boxjes nodig. Ammo boxjes. Ammo boxjes. Ammo boxjes. Ammo boxjes. Ammo boxjes nodig. Maar je krijgt ze maar niet, hè? Ja, jawel, maar je hebt er twee kapot gehakt. Dat is kut. Ammo boxjes. Ammo box over hier. Lekker tassie. Kijk, er zitten we al op 3. Gaan we denk ik wel even healen. We hebben nog 2 ammo boxes nodig en opponents die we kunnen outlasten. Even 150 HP worden. Dan ga ik hier gewoon even zoeken naar andere ammo boxes. Want ja, die heb ik nog steeds nodig. Die ammo boxes. Anders haal ik mijn challenge niet. Kijk, hier is er nog één. En hier is er nog één. Kijk, top 4, 14k erbij. Nou gaan we vooral outlast en damage doen in het potje. Met de SMG. Dus we gaan opponents zoeken. Big potje erbij kan nooit kwaad. I'm looking for you, man. Ja, ik heb opponents nodig. Outlast and damage. Dat gaan we doen in deze solo game. Is het nou shark? Weet ik niet wat ik zag. Ik hoop dat die enemies zijn. Dat is gewoon een pleasant park. Hier zijn enemies, uiteraard. Dat dacht ik al. Dat had ik al verwacht. Chuck Splash, neem me gewoon mee hierin. But where are the guys die I need? Where are the guys that I needed right now? Where are the guys? Ik hoor wel mijn ouders.
achter mij waar ik niet zo heel vrolijk van word. En nu bij mij. Hij komt hierin. Leuk, kom maar. Zo. Ik was scheef. Mag je heel eerlijk bekennen, ik was scheef. Mag je gewoon heel eerlijk zijn. Ik was scheef. Misschien doe ik je Outlast opponents in een andere game. Maar je mag echt heel eerlijk bekennen dat ik scheef was, ja. Die kutbeesten komen weer in de buurt. Natuurlijk. Moeten we niet hebben. Gaan we verder naar de cirkel, damage storen. Catch a fish, uiteraard. Catch a fish. Maar ik heb nog geen visengel gehad. Dus dan gaan we gewoon voor naar Mr. Meadows, de volgende game. Ja. Nou, we horen de Mr. Meadows. Nou, I hope though that I... Of ja, ik hoop gewoon dat ik een andere guy tegenkom nog. Die kan damagen. Die kan damagen. Ik hoorde iemand zwemmen, dacht ik. Ik ben toch niet gek? Dat horen jullie ook, toch? Iemand zwemmen. Ik zit in een cirkel, laatste 14. Het zou lach zijn als deze game ik kon winnen alleen met SMG. Dan is de titel geen challenge toy, kan ik vertellen. Dan is de titel gewoon heel onbewust, ik win deze game met SMG. Dan kan die gewoon even kapot. Lekker letterlijk het enige wat ik gebruik is een SMG. In deze game. Ik ga die supply erop trappen. Ik ga die supply erop pakken voor een algemene challenge. Voor die 14k. Voor de puntscards. Daarvoor gaan wij die supply erop proberen te pakken. I hear een boot, of toch ook een boot. Ah nee. Waar is een man, bitch? Hij heeft wel echt goede shit. Die pak ik wel mee. Dan klopt het niet helemaal meer, hè? Met alleen de SMG. Ach joh.
Waar kill ik deze guy? Oh jee. De titel, als ik hem win, gaat hetzelfde worden met alleen de SMD, want basically, het enige wat ik gebruik is de SMG. Dus ja. 10 alive, SMG damage bijna vertooid. De enige wat ik waarschijnlijk ga gebruiken is SMG, maar... Wat, ik heb in één keer de OM glider ingesteld? What the fuck, ik had toch de... die starwaarde. Ah, achtste. Maar ja, we hebben de damage wel vertooid. Daar ging het om. En de Outlast opponents ook. Goeie dag zeg. Mensen, zo Outlast je dus opponents. Dan gaan we even returning to lobby. En dan zien we wel wat we gaan doen. Ja. De catchfish, die gaan wel een deel met me doen. Ja, de catchfish gaan wel een team rumble doen. Zo'n 3 vis vangen, dat kunnen we het beste bij Misty Meadows doen. Team rumble matchy. Ik moet even een colaatje drinken. Ik ga wel fishing horse pakken, want ik zie nou dat ik een daily challenge of een 1,4k challenge heb. Vis dat fishing horse 5 times, oftewel 5 keer. Dus die pakken we dan ook wel gewoon gelijk even mee, omdat het gewoon fucking makkelijk is en ja. Geen idee waarom ik zing, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Ik moet naar Mr. Meadows. Ja, dan gaan we gewoon eens 40 cents en hopen dat we fishing spots tegenkomen. We moeten eigenlijk naar Meadows, maar Meadows gaat niet lukken. Oh ja. Ik weet niet wat van buitenlander dat was. Shut up, bitch! Kijk, het is gewoon een buitenlander, mensen. Daar heb je wel. Is. Maar ja. Dat maakt niet uit. Ja, mensen, dat ik heb met op veel staan, moet op dood veel. Hij zei shut up bitch, oftewel is hij back wife. Maar ja, hij is zelf een wife, hij is zelf een buitenlander, daar moet je gewoon niet op reageren. Hij zei gelukkig niks ergs of zo, dus ik kan het gewoon gebruiken in mijn video. Maar we gaan Team Rumble don't veel doen. Voor die challenges heel even. Voor de last 14k challenge en de ene gewoon een die fish at fishing holes erbij.
Pardon, ik liet de boer. En dan gaan we vanzelf. Oh, even zien wat ik in deze video kan completen. Ja, da 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 da. Da 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 da. No man matter with the chama. Ja, na 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 na. Ja, da 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 da. Ik ga nu naar, als het kan, Misty Meadows, kan nog steeds niet. Ik ga wel hierheen, ik heb een visengel nodig. Enige wat ik nodig heb is een visengel. To complete the challenge. Hopelijk heb je een fishing spot in Ranchy Farm. We get here a fishing spot. Do we get here a fishing spot? No, eh? Het enige wat ik nodig heb is een fishing spot, maar you got here no... Nein, you got here not a fishing spot. Oh no. Dan gaan we even bij de authority kijken. Met de boot. Gaan we even bij de authority kijken. Daar iets anders moet ik het gewoon doen om daarheen te gaan. Zo. Daar heb je een fishinghuis. Maar die zijn aan de enemy site al, dat is wel kloten. Maar we gaan even naar die fishinghuis. Kijk eens. Boot even naar achter. En nou de fishing holes natuurlijk. Nou en die fishing holes natuurlijk. Voor de challenge. Leuk dit. I need more fishing holes. That's someone. Iets verder gooien. That's someone. Ik ga de flapper. Van de slipfish bedoel ik. Dat is een flopper. Daar nog een fishing hole zie ik of niet? Nee. I need fishing holes. Ik heb de challenge letterlijk gewoon bijna voltooid. We gaan even rondje zwemmen voor fishing holes. En dan maar rondje authority. Voor die fishing holes. Kijk, zie, hier is one. I got one. Ik heb die kaart vertooid en ik... Oh.
En 1,4k voltooid. Lekker zeg, lekker zeg. Mensen, wat is dit lekker. We zijn ook nog eens level up in deze video. We zijn level up en level 75. De hard is zo heel lekker. Mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Blijf mogelijk wanneer ze bij het als je geabonneerd bent. Heb jij gelukt om één ding te zeggen? Abonneer mij sowieso. Ja, dat is. En dan heb ik eigenlijk nog één ding te zeggen. En dat is, we hebben deze fade-out. Mensen, één ding wat ik nog te zeggen heb is de groeten.